Hoi, wil je weten hoe je deze klassieke make-up look na kan maken? Kijk dan vooral verder. Als basis voor de oogschaduw gebruik ik een paintpot in de kleur Soft Ochre. Ik breng hem aan over mijn hele ooglid. Dan pak ik een oogpotlood en dit is de kleur koffie en daar ga ik mijn arcadeboog mee aanzetten. Nu vervaag ik het potloodstreepje zodat het geen harde lijn meer is. Met een grote blendingkwast en een soft brown oogschaduw ga ik nu over mijn arcadeboog heen. Met een iets kleinere blendingkwast en de Embark oogschaduw zorg ik ervoor dat het wat meer diepte krijgt. Omdat de kleur ietsjes donkerder is dan de oogschaduw die ik ervoor heb gebruikt, zie je dat mijn ogen meer naar voren komen. Met mijn platte oogschaduwkwast breng ik het vanilla pigment aan. Die heb ik van tevoren gemixt met Mixing Medium. Dat is een vloeibaar product waarmee je de pigmentjes vloeibaar krijgt, waardoor de kleur beter overkomt. Deze look is niet compleet zonder eyeliner en ik gebruik hier de Blacktrack eyeliner van Mac en ik kies voor een wing eyeliner, dus ik laat hem ietsjes uitlopen aan de buitenkant. Dan ga ik door naar mijn wenkbrauwen en ik gebruik hier de Fluidline Brow & Gel Cream in de kleur Dirty Blond en met een afgesneden kwastje kleur ik ze bij. Met een platte kwast en concealer volg ik de omtrek van mijn wenkbrauwen. Hiermee zorg ik dat de wenkbrauwen nog wat strakker worden. Dan is het tijd voor de wimpers. Ik kies hier voor kunstwimpers van de Primark. Dit is niet van het huismerk, maar van een merk dat heet Girls with Attitude. En hij heet Swept Away. Het is maar €3,50 en je hebt verschillende soorten. En dit is dus Swept Away. Met een huidskleurig potloodje, en dit is de Technical Liner van Mac in de kleur Risk, teken ik mijn waterlijn in. Je kan er ook voor kiezen om wit te gebruiken, maar dit toont net wat zachter. Dan door naar de rest van het gezicht, en ik gebruik hier de Skin Base Primer en die breng ik aan over mijn hele gezicht. Onder mijn ogen gebruik ik de Pro Longwear Concealer. Deze concealer blijft de hele dag door zitten. Dan door naar de foundation, en dit is de Matchmaster foundation van MAC. Deze foundation die past zich aan de ondertoon van je huid. En dat is wel fijn, want ik ben net terug van vakantie, dus mijn huid is net iets donkerder dan normaal. En dan zul je zien dat als ik hem 5 minuutjes op heb, dat hij al heel mooi wegsmelt met mijn eigen huidskleur. Om het nog net wat op te lichten onder mijn ogen gebruik ik een highlight pen. En dit is de kleur Light Boost. En die zet ik in een driehoek onder mijn ogen aan. Nu poeder ik mijn gezicht af. Dit is de Studio Careblend poeder. En die zorgt ervoor dat ik niet te veel ga glimmen, maar ook niet dat het er heel droog uitziet. En heeft een medium dekking. Nu ga ik door naar de bronzer. Dit is de Refined Golden Bronzer. En die breng ik met name aan de zijkant van mijn gezicht aan. De highlighter onder mijn ogen zet ik vast met een losse poeder. Dit zorgt ervoor dat het de hele dag door goed blijft zitten. Nu ga ik mijn gezicht contouren en ik gebruik hiervoor de contourpoeder in de kleur Sculpt. Nu breng ik de blush aan en dit is de kleur Mokka. Ik breng hem aan op mijn appjes van mijn wangen en dan door naar de bovenkant van mijn oor. Door mijn waaierpenseel nat te maken met Fix Plus zorg ik ervoor dat de highlighter veel intenser op mijn huid komt. Voor een open oogopslag maak ik het wat lichter aan de binnenkant van mijn ooghoek. Ik gebruik hiervoor de Angelic Press Pigment. En als finishing touch breng ik op mijn onderwimpers een klein beetje mascara aan. Omdat ik een matte lipstick ga gebruiken, begin ik altijd met een lipprimer. Dit voorkomt dat mijn lippen uitdrogen. Dan pak ik een lippotlood met een kleur die dicht bij de lipstickkleur ligt om de omtrek van mijn lippen aan te zetten. Dan ga ik nu met de lipstick eroverheen en dit is de kleur Russian Red. Dat is een hele klassieke rode kleur. Klaar met de make-up en door naar de haren. Even wat extra haarspray eroverheen en dan mogen de rollers er eindelijk uit. En dit is de look geworden. Ik hoop dat je het leuk vindt. Het is een hele klassieke make-up look. Een beetje geïnspireerd op de 50s. En laat me weten wat je ervan vindt.